als ze de boksen weg gaan halen, is voor heel veel mensen een ramp. Zonder de boks kan niet werken niet meer. Het is volgens mij de ruggengraat van deze markt. Zal je, als je met me mee loopt, zal ik je laten zien. Ja? Ja. Ja, nou, is een ramp. Eén grote ramp. Als je deze kraam nou ziet, en deze kraam, en je haalt die boksen weg, hoe moeten deze mensen hun handel nou in de toekomst uit gaan pakken? Hoe? Vooral voor mijn buurman. Die doet heel erg zijn best. Werkt 6 dagen per week. En die valt dus waarschijnlijk buiten de boot. Wij zijn ook met een auto begonnen. En op een gegeven moment waren we aan de beurt voor een boksen. Zijn we verhuisd naar het boksen. Het lijkt mij moeilijk om in een gewoon autootje of een bestelbusje 5000 platen neer te zetten. Dan krijg je in de markt, net als alle andere markten, met met plankjes. Wij worden gast op het plein. En volgens mij is het toch dat dit al 135 jaar een markt is. En die lui daar, de delraad, die zeiden rustig tegen ons van, ik heb met jullie niks te maken, we halen de boksen weg en bekijk het maar. En dat kan niet. Dat is natuurlijk hoe noem je dat? Dus een ploertestreek. Ik heb pertinent een beslissing genomen dat ik hier wil blijven staan. Hier is mijn opslag, hier is mijn shop. En voor de rest kan ik eigenlijk niks. Als je alles weg, ik heb de toekomst niet meer hier in Amsterdam. Ik heb echt duidelijk voor deze markt gekozen met de instelling door te kunnen gaan, mijn toekomst te kunnen hebben hier. En het wordt je gewoon ontnomen. En dat hadden ze dan veel eerder moeten zeggen. En dan komen ze op het laatst mee. En het valt even heel erg zwaar.